Het is wel de afgelopen jaren erger geworden. Als ik heb vandaag echt een ronde gemaakt langs diverse politiebureaus en brandweerbureaus. En ik stel dan vast dat als ik met de mensen spreek die al een aantal jaar dit werk doen, dat de afgelopen jaren echt is toegenomen. Ik vind dat echt schandalig, pas niet in onze samenleving. Ik heb een maand geleden een wetsvoorstel ingediend in de Kamer dat beoogt om het hinderen en lastigvallen van hulpverleners fors te straffen. Daarmee heb je nog niet het hele probleem opgelost, maar geef je wel aan lik op stuk voor de daders. Maar ik vind daarnaast ook dat we als samenleving in de spiegel moeten kijken. En ik vind het begint bij ouders die hun kinderen moeten aanspreken op hun gedrag. Want het zijn vaak ook jonge mensen van 14, 15, 16 die zich onverkwikkelijk gedragen. Maar ook mensen zelf. Je ziet dat ook regelmatig in filmpjes op sociale media. Waar hulpverleners gewoon worden uitgescholden. En zelfs een enkele keer worden weggeduwd of wat dan ook door mensen die... Waarvan ik denk, jij weet niet wat een goed werk de hulpverlener doet. En je weet niet hoe in strijd je gedraagt met onze samenleving. Er wordt er al heel lang over gesproken. Al heel lang wordt gezegd, dat kan niet. Maar het is nog steeds niet opgelost. Hoe kan dat dan? Nou ja, ik vind het heel lastig om te gaan kijken naar hoe het allemaal in het verleden is geweest. Ik heb vrij snel naar mijn aantreden gezegd, ik wil deze tendens willen keren. En ben met een wetsvoorstel gekomen. Nou, het duurt altijd even voordat dat helemaal is voorbereid. Dat is nu ingediend. Ik zet daar in ieder geval stevig op in. En ik heb ook tegen de hulpverleners ook hier gezegd, dan mag je mij op aanspreken de komende tijd dat ik daar achteraan ga. Dat we hier gewoon echt een tendens de andere kant op duwen. We gaan hulpverleners weer gewoon respecteren en met respect behandelen. En die mensen hebben gezag. En jij als voorbijganger hebt dat niet. En als je auto wordt even niet kan doorrijden omdat er een ambulance voor staat, dan heb je maar te wachten. Dat hoort bij de samenleving.